Ja, weer Thomas Verhaar voor onze camera en voor onze microfoon. We zouden hier bijna een vergoeding moeten geven, zo vaak als dat we jou na die wedstrijden moeten spreken. Nou, dat valt volgens mij wel mee, toch? Maar wel logisch natuurlijk, hè? Sparta weer met 2-1, jij maakt beide doelpunten. En vooral die tweede is van grote schoonheid. Ja, die zat er goed in. Was een, ik geloof niet dat er nog heel veel ruimte tussen de bal en de paal zat. Is dat ook echt eentje van, nee, je schiet hem van afstand van niet denken, maar gewoon doen? Je weet dat als je hem daar schiet, dat hij er dan waarschijnlijk wel in gaat. Dus ik denk het wel, ja. Strafschop is een heel ander verhaal, hè? Want dat is juist voor een speler van, dat is misschien wel het meest moeilijk, is het moment in je hoofd voordat je hem gaat trappen. Maar de koelbloedigheid en de vastberadenheid stralen er wel vanaf. Nou ja, ik vind dat als je heel de wedstrijd aan het voetballen bent en heel de wedstrijd energie erin aan het steken bent om kansen te creëren, dan moet je niet op het moment dat je de ideale kans krijgt bang gaan worden of terughoudend zijn. Ik bedoel, de kans dat je maakt is natuurlijk groter dan dat je mist. Vandaag ging hij er ook weer gewoon prima in, volgens mij. Het was wel bij een tussenstand waarvan ik dacht van hoe kan dat nou eigenlijk? Sparta creëert zoveel kansen. Misschien wel een van jullie betere wedstrijden dit seizoen, maar je staat wel achter. Ja, klopt. Ja, dat was ook zo. Ik denk dat wij goed voetbalden, maar de doelpunten niet maakten. En ik denk dat we ook net voordat we een kans creëerden te slordig of te onrustig waren. Zij kwamen gewoon door een prima goal uit een dode spelsituatie op voorsprong. En daar bleven zij trouwens ook de hele wedstrijd gevaarlijk bij. Dat wisten we van tevoren, maar jammer dat we dat niet hebben kunnen voorkomen. Het was eigenlijk maar één fase in de wedstrijd, een minuut of 10 voor het einde, dat jullie het echt even moeilijk hadden. Ja, het is een beetje jammer dat ik denk dat zeker in de fase na de 2-1 dat we op zoek waren naar de 3-1. En dat we eigenlijk nalaten om die te maken. En daardoor, doordat zij wat opportunistischer gaan spelen, werd het inderdaad nog spannend. Ja, alle concurrenten morsen punten. Jullie winnen zelf. Dit is een ideale speelronde voor Sparta. Ja, dat is zo mogen ze iedere keer wel zijn. Dan gaat het heel hard, ja. Ja, klopt. Ja, dat is fijn. Het is natuurlijk al heel vaak gezegd, het is super vroeg in het seizoen. Dus de achterstand of de voorsprong die je nu creëert, dat is lekker. Maar je gaat jezelf nu nog niet naar het kampioenschap schieten. Dat gaat over een hoop meer wedstrijden gebeuren. Nu bewijs jij vanavond weer jouw belang, hè, voor deze ploeg. Je bent de topscorer, je maakt weer de twee doelpunten. En iedereen zit toch nog steeds een beetje met die vrees. Wat als hij ons in de winterstop verlaat? Kun je de mensen geruststellen, Thomas? Nou, dit is niet de bedoeling dat ik hier wegga. En ik denk dat ik in het verleden ook al heb laten zien dat als ik ergens zit waar ik het naar mijn zin heb. En als ik ergens zit waar veel progressie geboekt wordt en waar veel te halen is. Dat ik daar nog graag wil blijven. En zo sta ik er nu ook in. Al moet je er natuurlijk wel bij aantekenen dat ik nu in betaalde voetbal speel. Dus dat daar af en toe wat andere dingen gebeuren. Al acht ik de kans dat ik Sparta verlaat vrij klein. Dan hebben we het, om specifiek te zijn, over een vertrek in de winterstop in dit geval. Jij vertelt niet nu dat je hier sowieso langer blijft. Nee, dat ga ik nu hier niet vertellen. Ik bedoel, dat heb ik al vaker gezegd. Over mijn contractverlening wordt gesproken. En op het moment dat daar duidelijkheid over is, dan zal dat naar buiten komen. Ik ben inderdaad niet van plan om Sparta aan de winterstop te verlaten, maar dan geldt weer hetzelfde verhaal als wat ik net zei. Je voert de druk wel op, hè, met dit soort wedstrijden. Mensen willen alleen nu maar nog liever dat je toch eindelijk die krabbel gaat zetten. Dat roep je over jezelf af, hè? Ja, dat is mooi toch? Het is fijn om een beetje waardering te krijgen en ik denk dat we daar hard voor werken met z'n allen iedere dag.